Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. Uit onze serie In Gesprek Met, een exclusief interview met Frans Bauer uit 1999. Voorafgaand aan zijn concert in Carré in Amsterdam spraken wij hem in zijn kleedkamer. Daarop aangesloten een gedeelte uit zijn show. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Frans, je bent geboren in Roosendaal, in Brabant. Nou schijnen de nachten daar veel langer te zijn dan in het noorden. Heb je iets met carnaval? Ik zelf had eigenlijk vrij weinig met carnaval. Ik ben niet een carnavalsartiest. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit zo'n carnavalsmens ben geweest. Ik hou meer van de gewone dingen. Het is niet zo hossen en 3 dagen lang je het lirium drinken. Dat is niets voor mij. Hoe lang ben je in Roosendaal gebleven? Ik ben er geboren op 1973 op Autoloze Zondag. Dat is een hele, toch een heel bijzondere dag. Ik woon sinds zo'n kleine 24 jaar in een heel klein dorpje daar vlakbij. Dus ja, ik ben altijd in die regio geweest. Op welke leeftijd ben je zo ongeveer gaan zingen? Ik was een jaar of 9, toen maakte ik mijn eerste plaatje. Dat verkocht ik toen ook zelf langs de deuren. En dat volgde eigenlijk elkaar elk jaar op. Ik maakte elk jaar van het geld weer een nieuw plaatje. Tot op een moment van 5 jaar geleden dat ik een platencontract kreeg. En toen kreeg ik mijn allereerste hit als Sterren aan de Hemel staan. En sinds die tijd weet iedereen wel wat er met mij gebeurd is. Ja. Was dat zingen nou iets wat uit jezelf kwam op die leeftijd? Of is het een beetje door je ouders gestuurd? Nou, ik deed altijd zelf. Ik moest eigenlijk mijn ouders dwingen om met me mee te gaan naar andere artiesten kijken. Soundmix shows, kortom alles wat daarmee te maken had. Dus ik was eigenlijk altijd de drijvende kracht achter het zingen. Wat heeft nou op een gegeven moment bepaald dat je dit repertoire zingt? Maar eigenlijk niets. Het is hetgene wat ik voel. En het is hetgene wat ik heel graag zing. En misschien ben ik er wel mee geboren. Maar het is niet zo dat ik op een gegeven moment dacht van ik moet iets gaan zoeken. En in welk stijl dat gaan we doen. Dat kwam gewoon. En tot op de dag van vandaag nog steeds. Nu ben je in 94 echt doorgebroken, hè, met Als Sterren aan de Hemel staan. Ja. Hoe verklaar je nou zoiets, dat je toch al een poosje bezig bent in het vak en dat het dan toch ineens die doorbraak komt? Is dat het nummer of is de tijd er dan gewoon rijp voor? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk. Kijk, het is natuurlijk zo, ik was natuurlijk voorheen daar ook al mee bezig. Maar nooit op een hele serieuze manier. Alleen thuis, je kent het op feestjes van bekenden. Tot het moment dat ik een platencontract kreeg met Rini Schrijnberg, dat ook op dit moment mijn manager is. En met Emil Hartkamp die ook de liedjes schrijft. En toen kwam alles samen. Tot op dit moment zijn we ook bezig in Duitsland, waar het enorm goed gaat. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is welke mensen je achter je hebt staan en welk team. En natuurlijk het publiek, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Even over het publiek, je treedt ook op in Duitsland. Ja. Wat is nou het verschil tussen het Nederlands publiek en het Duits publiek? Het verschil vind ik alleen maar de taal. Ja, de taal, dat is het enigste verschil. Ik kan niet zo opnoemen hoe dat Duits publiek anders is. Dat niet. Het is wel in Duitsland veel massaler. Afgelopen zondag was ik ook in Duitsland en er waren 16.000 mensen. Dus als je daar optreedt is vaak veel groter. Maar het publiek is niet anders. Komt dat omdat Duitsland een echte slagercultuur heeft, wat we in Nederland toch eigenlijk niet zo heel erg goed kennen? Maar dat denken we altijd als Nederlander dat Duitsland een hele slagercultuur heeft. Maar het is net zoals in Nederland. Wij die Nederlands zingen hebben het moeilijk hier in Nederland om onze eigen taal elke keer maar weer te laten horen op de radio's. Het is niet alleen met mij een probleem, maar ook als ik terugkijk in de tijd met Willy Alberti. Kortom, een hele scala van Nederlandse artiesten die het hier in Nederland moeilijk hebben. In het Duitsland is dat eigenlijk net zo. Dus het is denk ik in Duitsland precies dezelfde situatie als dat het hier is. Ja. Toch lijkt het een beetje tegenstrijdig, hè? Als je kijkt hoe Nederlandstalig verkoopt in Nederland, dan gaat dat best goed.
Maar als je dan weer kijkt hoe de media ermee omspringt, dan zit het toch nog steeds in een soort verdomme hoekje. Dat klopt, ja. Maar dat zal altijd wel zo blijven. Ik bedoel, ik vind maar één ding heel erg belangrijk en dat is dat het publiek altijd bepaalt wat hun leuk vinden. En ik heb het geluk dat ze mijn muziek ook mooi vinden. En dat dan niet te horen is op een publieke zender. Daar kunnen we urenlang over gaan discussiëren, maar dat schiet niet op. Ja. Hoe is contact met Marianne Weber tot stand gekomen? Nou, ik vond Marianne Weber altijd wel een hele goede zangeres. En op een gegeven moment zat ze ook bij dezelfde platenfirma. En toen kwamen we op het idee om samen een album te maken. Niet wetende dat zo'n gigantisch succes zou worden. Nu heb je op de laatste single van je album Ik Wil Met Jou Dansen, zing je ook in het Spaans. Hè? Ja. Zit er nu een Spaanse carrière aan te komen? Nou, er zijn wel heel wat ontwikkelingen op dit moment wat heel veelbelovend is. Alleen het is misschien nog te vroeg om daar verder over te gaan uitweiden, maar er liggen inderdaad hele concrete plannen en hele concrete aanbiedingen, dus misschien ook in de toekomst dat er iets in het Spaanse gebeuren zal gebeuren. Is dat een gevolg van het feit dat je een keer met Julio Iglesias hebt gezongen? Nee, niet echt. Het is toch meer een eigen iets. Dat is in dit vak denk ik altijd zo. Je moet het altijd zelf doen. Want van collega's denk ik niet dat je ver komt. Tot slot wil ik je een paar vergelijkingen voorleggen. Daar mag je op reageren zoals je wil. Je hoeft dus niet te kiezen, maar je moet gewoon reageren. De eerste is Nederland of Duitsland? Nederland. Omdat dat mijn geboorteland is. Het is mijn moederland. En dat mag je nooit verloochenen. Althans, dat vind ik. Ik ben misschien heel chauvinistisch. Ahoy of Carré? Ahoy of Carré. Dat is heel moeilijk, omdat het twee enorme zalen zijn met een hele grote reputatie. Als ik naar Carré kijk, dan is dat voor mij heel erg belangrijk, omdat alle grootheden van de Nederlandse artiestenstal die er deurend is en was, hier heeft mogen optreden. Dit is een theater wat enig in zijn soort is. Het is een koninklijk theater. Het is een heel warm theater en het is denk ik een van de mooiste theaters in Nederland. Dat kun je eigenlijk niet vergelijken met Ahoy. Ahoy is meer een soort evenementenhal waar er 10.000 mensen in kunnen en waar je een veel grotere show kunt geven. In theaters ben je vaak gelimiteerd in wat je met je show kunt doen. Een voorbeeld daarvan is dat je een podium in Ahoy nodig hebt van een kleine 70 meter breed. Dus het zijn twee hele andere zalen. Maar als ik gevoelsmatig zou kijken naar hetgeen wat ik nu heb beleefd, dan zou ik zeggen Ahoy, omdat dat voor mij op dit moment nog steeds de grootste ervaring was. Dat ik voor 12.000 mensen 3 dagen lang kon optreden, dat is een gigantische ervaring. Alleen, het is nu nog wat voorbarig om te zeggen, want ik zit nog voor het optreden hier in Carré. En misschien dat mijn visie daar totaal anders op is als ik straks klaar ben. Ja. Het is wel wat ik vind een van de mooiste theaters die ik ken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen van wat zou je willen kiezen. Duet of solo? Dat is voor mij denk ik solo. Dat is toch nog steeds het mooiste. Omdat als je met twee mensen zingt heb je altijd te maken met twee gevoelens. Twee willen. En als ik solo ben kan ik echt mezelf zijn. Marty Schrijnberg en Emily Hartkamp, je producers in Nederland. Ja. Of Uwe Busse, producer in Duitsland. En natuurlijk als ik kijk naar mijn Nederlandse producties dan is het natuurlijk Rini en Emil. Omdat dat gewoon de beste zijn voor mijn genre in Nederland. En in Duitsland werken we niet voor niets met Uwe Busse. Het is een man die in een tijdsbestek van 10 jaar meer als een kleine 18 miljoen platen heeft verkocht in zijn eigen land. In zijn werk denk ik in Duitsland net zo goed is als Rini. Dus eigenlijk zijn die drie onmisbaar. Zie je er veel verschil in die twee? Of tenminste in Nederlands en Duits? Veel verschil zit er niet qua opvatting in, omdat wij toch dezelfde opvatting hebben, anders kunnen we niet met elkaar werken. Het is wel zo dat natuurlijk de Duitse mentaliteit qua liedjes natuurlijk heel anders ligt.
De teksten zijn inhoudelijk anders als in het Nederlands. En dan tot slot, jong publiek of oud publiek? Het liefst allebei. Dat heb ik ook. Ja. Oké, veel succes. Dank je wel. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En verkocht in Nederland meer dan 1,5 miljoen cd's. Niet zo lang geleden ging zijn droom in vervulling. Een wervelend spektakel in een 4-maal uitverkocht Ahoy. Hij ontving van u, zijn publiek, 12 gouden en 7 platina cd's. Hij heeft de grootste fanclub van Nederland. U heeft hem in uw hart gesloten. Dames en heren, vanavond is hij hier voor u. Live in Carré, Frans Bauer! Zo gewoon, jij en ik, het is altijd nog een droom. Zonder jou, ik denk er maar niet aan. Zonder jou, hoe moet dit verder gaan? Want ik ben staan, kom ik op jou. En dat maar aan, wat moet ik maken? Kom maar met mij, ja met me mee. Ik heb een reuze goed idee, klap maar mee. Vanavond wil ik eens lekker met je dansen. Vanavond gaan wij eens even uit boord. Een samba, oosters swingende lambada. Zo'n feestje, nee ik niet, ze is ons te door. Vanavond gaan wij de bloemen buiten zetten. Vanavond dan worden al mijn dromen waar. Vanavond wil ik een avond dus met je delen. Dan zijn we toch voor een avond. Doe de handen boven de hoofd. Laat me zien. Vandaag het wordt mijn dag, daar ben ik zeker van. Vandaag het wordt voor mij de mooiste dag. Vandaag het wordt een dag, laat werkelijk alles kan. Vandaag telt voor mij alleen een wacht. Je vergeet je zorg, en ook niet aan morgen. Ja, vandaag dan ben ik zelf even aan de beurt. Dus mijn telefoontjes, dat is toch gewoontjes. Nee, vandaag heb ik geen trek in al dat gezeur. Hasta la vista, zo is het leven. Vandaag staat de hele wereld op zijn kop. Hasta la vista, niet houd mijn teken. Vanavond zoek ik een gezellig plekje, joh. Vanavond
onze leden. Vanavond staat de hele wereld op zijn kop. Hasta la vista, niets houdt mij tegen. Vanavond zoek ik een gezellig plekje op. Ik heb mijn hart aan het zuiden verloren. Al wist ik dat ik niet blijf.